Mijn naam is Basal de Lieste en ik heb onderwijswetenschap gestudeerd in Utrecht. In 2014 heb ik de bachelor gehaald en in 2015 de master. En nu werk ik als programmacoördinator bij Laurens. Laurens is een zorgorganisatie in Rotterdam. Daar ben ik dus programmacoördinator. En programmacoördinator houdt in dat ik aan de ene kant opleiding ontwikkel. Bijvoorbeeld de opleiding geriatrische revalidatie voor verzorgende en verpleegkundigen. En aan de andere kant adviseer ik managementleden en teamleiders over hoe opleidingen het beste vorm kunnen krijgen op hun locaties. Wat ik geleerd heb in de bacheloropleiding is met name het stellen van de goede vragen. In die zin, opleidingen duiken al snel de inhoud in, maar juist vragen zoals wie zijn de doelgroep en wat is hun kennisniveau voor de opleiding zijn heel belangrijk en bepalen voor een grote mate hoe de opleiding vorm gaat krijgen. Vooral bij de praktische opdrachten, bij de vakken die we hebben tijdens de bachelor, heb ik dat geleerd. Wat ik het leuke vind aan de opleiding onderwijswetenschappen is dat je met aanraking komt met bedrijven waar je niet gelijk aan denkt. Zo heb ik bijvoorbeeld stage gelopen bij Defensie, waar ze heel veel bezig zijn met opleiden. Maar ook bedrijven zoals de Efteling, Praxis, Van der Valk heb ik opdrachten gedaan. Omdat opleiden steeds belangrijker wordt voor deze bedrijven. Ook de diversiteit van onderwerpen is heel tof. Zo mag ik bijvoorbeeld morgen samen met een aantal collega's gaan nadenken over het leertraject voor niet aangeboren hersenletsel. En zijn we bezig om het thema gastvrijheid voor deze locatie op de kaart aan te zetten. En dat vind ik zo leuk aan de studie onderwijswetenschappen. Je kan er alle kanten mee op.